Hi, goedemorgen allemaal. Goedemorgen jongens en meiden. Nou, inmiddels ben je het al gewend, hè, dat je thuis je laptop opent of je computer opent en dat je thuis gaat werken. Eigenlijk ben je wel een beetje vergeten misschien dat je 's ochtends normaal in de file staat en dat je op tijd moet beginnen. Dat je je ouders moet zeggen misschien van kom op, we moeten naar school, ik kom te laat, de juf wil niet dat ik te laat kom. Of misschien moeten ouders tegen jou zeggen van kom op, je bed uit, het is tijd, we moeten weg, weet je. Nou, je bent gewoon vergeten bijna hoe het is om die gewone dingetjes te gaan doen. Lekker lol te trappen met je vrienden. In de ochtend nog op het schoolplein te lopen of te zitten met z'n allen. Een beetje te kletsen. En dan om te beginnen. Het is allemaal, wat normaal was, is allemaal niet meer normaal. En nu besef je misschien pas eigenlijk hoe lekker het eigenlijk is. Dat alles duidelijk is. Dat je weet hoe laat je moet beginnen. Dat je weet wanneer je pauze hebt. Dat je weet hoe laat je gaat eten. Dat je weet hoe laat je training van het voetballen is. Of hoe laat je gaat zwemmen. Whatever. Al die dingetjes die je normaal maar normaal vindt. Alles is nu zo anders. En ik wil je zeggen, we doen het zo goed met z'n allen. Jullie, je ouders. Wij op school, de juffen van school. Of niet op school, vanuit huis natuurlijk. Alles is nu anders en eigenlijk leren we zoveel van deze situatie over onszelf, wat ons gelukkig maakt, wat we nodig hebben om te beginnen met het werken, wat we nodig hebben om huiswerk te gaan maken. Heb je veel sturing nodig? Ben je zelfstandig? Misschien ben je ook wel alleen. Ik woon bijvoorbeeld alleen, dus ik ben alleen. Ik vind het, dat is even wennen. Misschien woon je met je familie waarschijnlijk, je woont met je familie. Maar dat is ook het enige, dat zijn de enige mensen die je veel om je heen ziet. En weet je, kun je je vermaken met alleen de mensen die om je heen zijn? Of verveel je je misschien ook wel eens? En leer je ook van jezelf hoe jij in elkaar zit? Je leert jezelf wel een beetje kennen, hè? Wat doe jij als je je verveelt bijvoorbeeld? Want er zijn echt wel tijden dat je je verveelt. Je moet dingetjes gaan zoeken. Netflix is ook wel een keer klaar. En de koelkast is misschien ook wel een keer leeg. Of je buik is ook een keer vol. Weet je? Dus je moet andere dingetjes gaan zoeken. Nou, juf Jessica, juf Jacomijn en ik. En natuurlijk ons hele schoolteam. Wij zijn natuurlijk waanzinnig trots op jullie. Want elke dag ga je toch weer die website op. En ga je weer aan het werk. En al dan niet aangestuurd door je ouders. Dat je ouders zeggen, nou kom op, je moet beginnen. Het moet klaar. De juf wil dat je dat of dat opstuurt. Dat je dat maakt. Weet je, je doet het wel. Je doet het toch maar. Als je op school bent, heb je geen andere keuze, want je bent er toch. Dus je moet gewoon aan de slag. En doe je het niet, dan zijn wij daar om jou te zeggen wat jij moet doen. Want zo gaat het toch op een school. Maar nu moet je het echt gewoon thuis zelf doen. Zoals vandaag staat er op je lijstje in je huiswerk staat dat je een EVO moet maken. Deze keer van taal. Misschien denk je, ja, hallo, we hebben toch een EVO. Hoezo moet ik nog een EVO maken? Nou, natuurlijk begrijpen wij dat jij zo denkt. Maar toch krijg je nog 1 of 2 EVO'tjes in de week om te doen. Want wanneer je die EVO's wel maakt, je oefent toch wel weer de leerstof die je moet beheersen aan het eind van je basisschool. En alles wat je leert, of wat je maakt en nakijkt en de foutjes die je eventueel maakt, dat is wel weer iets waar je van leert. Want van fouten leer je, toch? Dus alles wat je nu toch weer herhaalt, blijft goed in je hoofd zitten en straks heb je daar wel wat aan. Want je neemt het mee, je wordt er nooit stommer van. Dus we willen ook echt zeggen, jongens, doe het gewoon, maak die dingetjes. En zeker de EVO's van de vakken waar jij wat meer moeite mee hebt, blijf het gewoon doen, hè. Doe die dingetjes en kijk het na en heb je er vragen over, dan stel je die vragen. Dan krijg je daar een antwoord op en heb je weer wat geleerd. Nou, hoe mooi kan het zijn. Ook het andere huiswerk wat je van ons krijgt. Misschien denk je wel eens, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Of ik vind dat een beetje saai. Weet je, nou, ik kan je vertellen, wij moeten ook dingen doen, nu voor school, die we ook wel eens een beetje saai vinden. En ook je ouders moeten dingetjes wel eens doen die een beetje saai zijn. Maar zo is leven, hè. Er zijn altijd dingetjes die je niet zo leuk vindt en toch moet je het doen. En het mooie is van de dingetjes die saai zijn, dat de andere dingen dan weer extra leuk zijn. Dus dan is eigenlijk al het andere werk wat je doet, is dan weer extra leuk. Dus dat is ook weer een positief stukje, toch? Nou, hoe lang we nog zo thuis moeten werken, weten wij niet. Wij luisteren ook elke dag naar de persconferentie. En wij krijgen van het ministerie krijgen wij te horen
wat de plannen zijn voor de komende weken voor school. Of we weer terug gaan, of we dan in groepjes gaan beginnen of nog niet beginnen, we weten het niet. Zo gauw wij het weten, weten jullie het ook, want dan krijg je dat ook te weten. Maar tot die tijd zetten we gewoon door. Hè? We zetten hem op en we gaan gewoon door. En corona gaat ons niet kapot krijgen en corona gaat ons niet dommer laten worden of wat dan ook. We gaan er juist veel slimmer van worden en sterker en zelfstandiger. En we zetten nog meer door dan we al deden. En wat je ook moet doen, vergeet dat niet om ook jezelf echt een dik compliment te geven en te zeggen, nou, dat heb je toch maar weer eventjes gedaan. Je hebt het toch weer zelf gedaan. Je bent toch weer aan zitten. Dus geef jezelf een complimenten. En ook je ouders, want jullie doen het echt supergoed. En we zijn heel trots op jullie en op ons. En weet je, we zijn eigenlijk gewoon, met z'n allen verdienen we gewoon dikke complimenten voor wat we met z'n allen aan het doen zijn. Lieve jongens en meiden, we hopen natuurlijk om jullie weer heel snel in het echt te zien. Misschien mogen we nog geen brasa geven, maar gewoon om je echt te zien is al gewoon hartstikke fijn. En tot die tijd zetten we gewoon door, we knallen door en niemand gaat ons gek maken. En hopelijk tot heel snel. Doei kanjers!